releasepartij van april, dat kwam zeer zwaar aan eigenlijk. De eerste dagen waren emotioneel en ja, super zwaar. De terugblik op die wedstrijd is een beetje mixed feelings. Hè? We hadden al een lange tijd geen verliespartij meer gehad. Dus het was even zo het gevoel van verliezen terug zo ervaren. Was wel niet zo leuk. Zoveel pijn in mijn hart heb ik al heel lang niet meer gevoeld. Gemengde gevoelens, omdat ik weet dat hij gewoon veel beter kan. Dat hij veel meer potentie in zich heeft. Bizim için başka bir tecrübe oldu. Ben tek diyeceğim şey şu, düşürüp de yıkıp da bizi gülebilecekleri bir tim değil. Biz öyle bir tim değiliz, bunu beklemesinler. Ik voelde dat ook in de team zelf, dat iets aan ons deed. En daardoor waren we eigenlijk meer gehecht aan geworden. Ja, die avond zelf was misschien een stap terug zo. Hè? Maar we hebben er zoveel uit geleerd, dat ik best wel van kan zeggen van dat ik zie waarom dat eigenlijk... waarom dat we die avond verloren hebben. Dat is een fout geweest, zeg maar. Dat heeft niks met, je was traag, conditioneel slecht of je hebt een slechte kaak, weet ik van. Nee, ik heb gewoon dat voor. Ik heb gewoon gezegd, hier open schaam komen. Alle wijze spreken, snap je wat ik bedoel? Kijk, hier heb je beeld als je perfect doet. Kijk man, stuur die maar naar hem door. Ja, ik denk zo'n partij, zo'n verliespartij, ja, daar leer je veel meer van dan van alle winstpartijen bij elkaar. Dus dat is hetgene wat ik meeneem. En dat is ook hetgene wat me het meeste vertrouwen geeft. Ik voelde dat druk op je kwam, heel veel verantwoordelijkheid ook. De atmosfeer in de BKSV was ook anders dan normaal. Geweest dat alle ogen naar u waren gericht. Heel anders om mee te maken, maar ook om echt terug naar uit te kijken. Şimdi biz team olarak her şekilde hazırlandık. Silahlarımızı kuşandık. Arthur'un geri dönüşünün ne kadar hızlı olduğunu görecekler inşallah. Toen KSV ons belde dat Igor geblesseerd is geraakt, ja, toen dachten we, shit, weer een moment wat we vaak al meegemaakt hebben, een gekanselde wedstrijd. Dus we hebben een vervanger kunnen vinden, Henry Felipe, een heel sterke en grote jongen, heel veel ervaring. Ik denk een heel moeilijke stijl om te kunnen vechten, zeer snel, sterk. Een mooie test om mee te kunnen laten zien. En om hem te kunnen finishen, een uitdaging voor mij. Ja, dan komt dat belletje, dat komt altijd onverwacht. Hè? Op het moment dat je er geen rekening mee houdt. In dit geval was het zelfs zo dat ik met Gokhan aan het bellen was. En we hangen op en een minuut later kreeg ik een berichtje van K2. Dat ik ze moest bellen. Ja, en dan is het gewoon telefoon pakken en gelijk met Arthur en met Gokhan bellen. Van jongens, dit is er aan de hand. KSW is een grote organisatie. Ik weet dat ze voldoende talenten in hun pool hebben en dat ze altijd met een vervanger komen. Maar dan is het toch altijd even spannend van ja, met wie gaan ze komen. Ja, dat is nooit leuk, maar het is part of the game. Tijdens mijn trainingkamp ben ik 2 weken naar Renegade geweest. De trainingen zijn daar super goed gegaan. Ik heb onder andere met Leon Edwards, Fabian Edwards kunnen sparen. Een ervaring waar je echt heel veel van leert. Looking at him, he's showing, you know, big potential. I mean, he sparred Fabian prior to today several times and he's always held his own. And I was impressed with his takedowns up with Fabian today. You can see he's a good thinking fighter as well. So yeah, I think he'd be a great part of the team. And he keeps doing what he's doing. He's got a big future ahead of him. It's the first time I've worked with Arthur. But it's been a pleasure having him. It's been good work, strong, technical as well. And yeah, it's been good having him here. It's a shame that he can't stay a bit longer because I've got a fight with a wrestler coming up. But I know he's got a fight a week before mine. And he's good, man. He's good. He's really good. And yeah, he gave me good work, you know. So I appreciate him coming over and I look forward to seeing him perform on KSW. Hij werkt hard. Is een jongen die met beide benen op de grond staat. Maar ook het doorzettingsvermogen. Hè? Hij heeft in zijn hoofd van dat hij KSW-kampioen wil worden.
En daar doet hij alles voor om dat te bereiken. Maçı yeneceğimize kesinlikle inanıyorum. Bu sefer Arthur'un hazırlandığını, hazır olduğuna inanıyorum. 16 September'da görecekler neyin olduğunu. Ik weet dat ik me niet heb kunnen laten zien als een vechter en als een atleet. Daarmee wil ik een uitdaging en een waardige tegenstander om te laten zien van kijk, ik heb mijn skills, ik wil ze laten zien aan iedereen bij KSW en zodat ze me zien van ja kijk, dat is een waardige vechter aan de ranking en dat is een kandidaat voor een title shot.